Niek, wat heb je gezegd tegen de scheidsrechter dat je weggestuurd werd? Thuisfluiten. Maar volgens mij heeft dat iedereen kunnen horen hier op het sportcomplex. Denk je ook dat iedereen het heeft kunnen zien? Dat hoop ik wel. Ik ga straks de beelden nakijken van jullie. Maar volgens mij was het absoluut geen strafschop. Het was absoluut geen strafschop. GVVV beklaagt zich ook over de rode kaart van Wilco den Hartog. Terecht, denk ik. Want meneer Akla die ging wel heel theatraal naar de grond. Dus de invloed van de scheidsrechter op deze wedstrijd en ook op de uitslag was te groot? Ja, te groot. Dit is een jongen met potentie. Is een jonge jongen, mag tweede divisie fluiten. Is een jongen die gisteren hoorde ik als vierde man ergens gestaan heeft in betaalde voetbal. Maar was het vandaag even kwijt. En dat is voor hem ook weer een leerprocesje, denk ik. En het had mijn zoon kunnen zijn. En als ik dan zie op wat voor hautaine manier hij mij wegstuurt, daar heb ik geen goed woord voor over. Het gaat jou een schorsing opleveren. Zorgt dat je de wedstrijd tegen Katwijk mist. Het gaat Wilco den Hartog een schorsing opleveren. Misschien wel voor langer. Dat is duur dan zo'n middagje. Ja, nou ja, dat mag die goede meneer van de KVB zich wel aanrekenen. Ja. En als de KVB een beetje coulant is, lossen ze dit anders op. Want dit gaat werkelijk helemaal nergens over. We hebben vandaag tegen 12 man hier gevoetbald. En dat is moeilijk. Ja, want jullie stonden met z'n tien op een gegeven moment. Ja, en een half uur lang. En hoe heet het? De jongens die hebben ontzettend hard gewerkt. En als je dan... kijk, als Vogels die bal in de kruising schiet... of ze maken een fantastische goal... dan geven we ze een hand en dan zeggen we... jongens, 1-1, mooie wedstrijd geweest. Maar zo, als je zo geholpen moet worden door een scheidsrechter... en zo in het zadel geholpen moet worden... ja, dat kan Vogels ook niks aan doen, dat weet ik. Maar scheidsrechter heeft vandaag een hele grote invloed gehad op deze wedstrijd.